was echt mijn persoonlijkheid geworden. En dat heb ik echt aan mezelf te danken. Want die zei van, ja Chris, maar doe niet zo overdreven. Het valt allemaal mee. Jee. Heb ik geen droge lippen trouwens? Niks viezer dan droge lippen. Oké, klaar. Oh mijn god, ik heb zo'n honger. Ik heb echt mijn honger opgespaard voor deze video. En ik weet niet waarom, maar ik heb weer zwart aan. Waarschijnlijk alvast om ja, tegen knoeien of zo. I don't know. Ik heb sushi besteld. En ik heb echt asociaal veel besteld. Of althans, volgens mij viel het wel mee hoeveel het is. Het was gewoon duur. Waarom is het zo duur? Maar goed. Anyway, vandaag mag het. Want vandaag is feest. Grapje, het is helemaal geen feest. Ik heb sashimi zo zin in. Nou, het is feest in de zin van, oh ja, ik heb dus extra gember besteld. Want ik vind dat er altijd veel te weinig gember is. En nu heb ik 3 van deze potjes. I love it. Oh, 2 dikke potten met wasabi. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dus echt eentje bewaren in mijn koelkast. Want soms heb ik ineens zin in wasabi. Net als dit bewaar ik ook altijd. Ik moet heel even op adem komen. Want dit ziet er geweldig uit. Oh, oh mijn god, wacht. Ik heb nog helemaal geen hallo gezegd. Hallo, hallo jongens. Welkom terug bij weer een nieuwe mukbang. Vandaag gaan we sushi eten. Ik heb hier zo'n zin in. Ik heb honger. Wauw. Echt. Wauw, wauw, wauw. En we gaan even kijken wat ik allemaal heb besteld. Dit is wat mij betreft echt wat ik heb geprobeerd. De beste sushi plek van Groningen. Dat is de Wabi Sabi. En dit ziet er geweldig uit. Wauw, 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 wauw. En dan heb ik ook nog 2 handrollen besteld. En ik beloof het dat ik het in deze video ga opeten. Ik ga dit denk ik als mijn bordje gebruiken. Dat doe ik altijd. 2 handrollen. Dus met AB Fry en California. Ik kan letterlijk amper praten. Zoveel trek en zoveel zin heb ik hier. Gefrituurde garnalen, want ik ben er echt dol op. En niet genoeg, ja. Want daar ben ik ook dol op. En het maakt zo'n lekker geluid. Let's go. Oh. Dat is dan zo jammer. Ik hoop dat zo'n... Oh mijn god jongens, vertel. Hoe is het? Hoe staat het leven ervoor? Wat ben je aan het doen? Als je aan het eten bent, laat me even weten wat jij aan het eten bent. Ik ben benieuwd. Ik vind het altijd leuk om te lezen wat jullie eten tijdens de mukbang. Oké. Ik heb het gevoel dat het een hele lange video wordt. Want ik ben echt zo'n kip zonder kop nu al. Ik ga eens even kort vertellen over hoe het mij gaat. Gaat goed. Ik heb wel een paar mankementen. Ten eerste, en dit is de eerste keer letterlijk vandaag dat ik volgens mij praat, merk ik weer dat ik nog steeds doof ben. En om even de boel even wat minder erg te laten klinken. Ik heb gewoon zo'n last van mijn oor, maar niet per se last. Ik had last. Toen ging ik naar de dokter, heb ik die druppels gekregen, bla bla bla. Alleen, mijn linkeroor, het is alsof er water in vast zit of alsof, ik weet het gewoon niet. Ik ging met last omdat ik zeg maar, ik heb wel vaker last van mijn oren, dus het is niet iets wat ik, ja wat heel abnormaal is voor mij, om goed het geluid. Ik heb letterlijk sinds ik me kan herinneren wel iets met mijn oren, zeg maar niet echt in mijn oren, maar mijn gehoorgang. Misschien is het een wat te raar verhaal voor tijdens het eten, maar daar zijn we dan. Lang verhaal kort, soms ontsteekt dat. En het was best wel heftig. Niet zoals dat ik zeg maar, het was anders dan anders. Het was erger dan anders. En ik dacht, nou, dat gaat zo wel weer over, want het gaat altijd zo over. Behalve nu. Ik ben echt al zo lang doof, letterlijk al 2 weken. Dus ik vraag me af hoe lang dat nog blijft. Misschien moet ik nog een keer even naar de dokter.
Want dit is zo vreselijk irritant. Want het is ook aan één kant. En je weet, je oren is je evenwichtsorgaan. En aan één kant hoor ik minder, veel minder dan aan de andere kant. En dat is zo raar. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat het heel raar is. Dus dat. Verder ben ik de afgelopen tijd zo slaperig. Ik kan letterlijk, voor mijn gevoel, tijdens het lopen ineens in slaap vallen. Dit was zo lekker. Of dit is zo lekker. Maar is dat normaal? Ik ben zo slaperig. Ik kan letterlijk zo, voor mijn gevoel. Echt, dus, ik weet niet. Ik weet niet. Misschien wel mijn oor. Ik weet het echt niet. Dus dat is in het kort wat mijn mankementen zijn. Als jij mankementen hebt, laat het even weten in de comments. Mankementen. I love that. Voor de rest gaat het eigenlijk heel goed. Want leven is op orde. Ik denk oprecht dat ik mijn leven afgelopen 20 jaar niet zo op orde heb gehad als nu. Dus in die zin gaat het echt mega goed. Sashimi. Het is echt geweldig. Ik lust het echt jarenlang niet. Ik weet niet waarom, want ik vind het nu echt lekkerste ooit. Vorige week was Koningsdag. En voor mij, ik weet niet waarom, maar ik ben zo goed ingeburgerd in Nederland. Koningsdag of vroeger Koninginnedag. Heb ik altijd al zo leuk gevonden. En vooral nu, het voelt echt als een soort aftrap van het seizoen. Zo van de zomer komt eraan, we gaan weer op terras zitten en gezelligheid en leuke dingen doen. Daar staat Koningsdag echt voor mij voor. Dus ik was echt heel erg excited. Ik heb over de markt gelopen. Niet gestaan, gewoon gelopen, gewinkeld. Of nee, gewinkeld. Ik heb wel wat gekocht trouwens. Ik heb een oude telefoon gekocht en die wil ik even pimpen. En dan als een soort decoratiestuk gebruiken. Dus dat vond ik heel erg leuk. Zal ik dit eten? Dus dat heb ik gekocht. En daarna ben ik naar een festival geweest, naar Kingsland. Dat kan je gewoon niet normaal eten. Ik weet nog wel, vroeger werden mensen altijd boos in de comments als ik dit wel had besteld en niet had in de video. Dus daar zijn wij. Maar goed, naar Kingsland geweest en ik vond het zo gezellig en zo leuk. Ik was met zoveel leuke, gezellige mensen en mega, mega naar mijn zin gehad. Ik kan gewoon nu niet wachten op de lente, de zomer. Alle leuke dingen. Ik heb er zoveel zin in. Dus ja. Oh, meiden, wat lekker. Het is eigenlijk echt te bizar voor woorden. Zo'n handrol, of handrol, of hoe je het ook wil noemen, is echt 4 euro, 5 euro, zoiets. Het is echt bizar. Ik krijg ook echt weer zin om binnenkort weer all you can eat sushi te doen. Dat heb ik echt lang niet gedaan. Het is gewoon, oh nee, wacht, dat heb ik laatst wel gedaan. En toen zeiden we precies hetzelfde van, oh, zo lang geleden. Want ik vond het dus niet meer lekker. Want echt jaren geleden deed ik niks anders dan all you can eat sushi uit eten. En op een gegeven moment, je komt altijd zo overvol en volgestampt eruit. Alleen met buikpijn. Dus bestelde ik het altijd of ging ik naar niet all you can eat.
Maar laatst had ik ineens gewoon zin om te vreten. Gewoon zoveel mogelijk. Ik heb ook echt veel te veel besteld voor mezelf. Maar ik heb hier een of andere Dragon Roll of zo. Ik ga alles even proeven. Ja, volgens mij is dit een Dragon Roll. Oh, wat heb ik hier zin in. Oké, wacht, ik weet weer wat ik heb. Dragon Roll. California. Dit is geflambeerde zalm. Zo lekker. Echt mijn guilty pleasure geworden. En hier ook nog één rol met paling. En ik vind paling zo lekker. Paling bovenop en AB Fry in het midden. Wauw. Oké. Okay. Zo aan het vreten. Lekker. Lekker, lekker. Ik heb trouwens nog iets anders nieuws in mijn leven. Ik heb sinds kort, trouwens helemaal niet waar, niet sinds kort, maar sinds een tijdje, maar ik heb hem gewoon nooit geïnstalleerd. Voor kerst kreeg ik een wake-up light van mijn vriend. Super schattig, want hij had mijn video bekeken en daarin zei ik dat ik een wake-up light wou. Dus dat heb ik gekregen. Eindelijk had ik dat ding nooit geïnstalleerd, want ik snapte er niks van. Weer zo'n blondine. Ik heb, heel eerlijk, ik heb er niet naar gekeken, dat was het. En mijn vriend zei van, oké, ik installeer hem wel voor je. Eindstand nooit gedaan. Dus dat ding lag maar in de doos. En toen was Ipek hier. En wij gingen naar bed. En we wilden op tijd opstaan. Dus ik zo, nou, even mijn wekker zetten, bla bla. En zij begint in één keer over haar wake-up light. Van, oh ja, ik vind het altijd zo chill met een wake-up light, bla bla bla. Ik zeg, oh mijn god, ik heb een wake-up light, maar dat ding is gewoon nog steeds niet geïnstalleerd. Zij zo, ik doe het wel voor je. Nou, het duurde 23 seconden, toen had ze het geïnstalleerd. Toen weerspiegelt de zon zo recht in mijn ogen de hele tijd. Dus ik ben dat ding nu al een paar weken aan het gebruiken en echt, ik ben obsessed. Echt, wake-up light zou mij moeten sponsoren. Niet normaal, wat een uitvinding. Dus ik zeg het ook al tegen mijn vriendinnen. En een vriendin die was laatst jarig. En toen hebben we met een paar andere meiden, hebben we haar ook echt een wake-up light gegeven als cadeau. Omdat zij ook best wel enthousiast was van mijn verhalen geworden. En ze had ook wel, ze wou het ook wel proberen. Dus ja, toen dachten we van, oh wat een super mega leuk cadeau idee, weet je, anders wat ga je elkaar geven, ja, een fles wijn en een cadeaubon, maar ja, dat, daar heb je al zoveel van. Dus zij is ook helemaal blij en ik ben ook helemaal blij en oh, het is echt zo lekker wakker worden. En zeg maar, de lamp gaat aan, maar ik heb ook nog een geluidje en dat zijn allemaal vogels, vogelgeluiden. En zo weird, want soms dan zit ik gewoon hier en je hoort natuurlijk gewoon vogels buiten en dan denk ik, heb ik dat ding niet uitgezet of zo? Dus dat is zo weird. Dan loop je in één keer buiten en dan moet je toch echt soort van denken aan je wekker. Maar niet op die traumatische manier van, stel je voor je zit ergens en iemand zijn alarm gaat af en doet je denken aan jouw alarm, dat je dan echt zo'n paniekaanval krijgt. Maar het is meer van, huh. Dus dat is een beetje het verschil van, je bent niet meer zo, je bent niet zo in paniek als je wakker wordt. The best. Ik heb het gevoel dat ik wat sneller overprikkel nu ik minder hoor. Ik heb dat heel erg in een groepsverband, omdat ik mensen ook oprecht niet kan verstaan. En dat is zo frustrerend. Echt bizar. Ik hoop gewoon dat mijn oor snel goed is. Want het is echt heel irritant. Verder. Oh ja, wat natuurlijk ook nieuw is in mijn slaapkamer. Ik heb nu al een tijdje mijn Emma bed. Dit is geen sponsorstukje. Iedereen vond Emma reclames heel vervelend. Ja. Ik kan me wel voorstellen als je het in één keer inderdaad heel veel voorbij ziet komen. Maar aan de andere kant denk ik, ja.
weet je, sponsorships die horen er nu wel een soort van bij in ons leven. In de zin van, wow, die gemberschoot in een verkeerde keel gaat. En sowieso, het gaat niet eens alleen om Emma. Gewoon om advertenties, om sponsorships. Maar al deze jaren dat influencers bestaan, vinden mensen het nog steeds vervelend. En ik kijk er natuurlijk vanuit een heel ander perspectief naar, want het is ook mijn werk. En als het niet zou bestaan, dan zou ik ook geen werk hebben. Maar ik weet niet, ik heb gewoon nooit problemen gehad met naar gesponsorde dingen te kijken. Ook niet toen ik nog geen influencer was, want dat bestaat natuurlijk al weet ik veel hoe lang. Als er geen sponsorships bestonden, konden wij als mensheid niet zoveel genieten van alle gratis content die wij krijgen. Van iedereen. Want dan is het gewoon niet te doen. Je kan niet en veel content produceren en daarnaast een fulltime werk hebben. Dan moet, ja, of ik weet het niet. Ik weet oprecht niet hoe ik dat zou moeten doen als social media 0,0 zou betalen. Dus dat is het gewoon meer. Het is gewoon, af en toe heb je gewoon reclame, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Tenminste, zo zie ik het wel. Want soms kijk je inderdaad naar een video van een uur en dan komen drie reclames ertussen. En dan denk je, ja, weet je, om zo'n video te produceren, het kost ook tijd en het kost moeite en weet ik veel wat allemaal. En ik ben mezelf aan het entertainen op dit moment in het leven. Dus ja, nou ja, in ieder geval, maakt ook niet uit. Dat is hoe ik er naar kijk. Ik heb zoiets van, we moeten er iets voor over hebben om deze gratis content te kunnen consumeren, toch? Tenminste, dat denk ik. Ja, ik weet niet. Raar natuurlijk voor mij om te zeggen, want ik ben biased. Ik sta aan de influencerskant, uiteraard. Want ik ben een influencer. Maar goed. Ja, sponsorships. Het is altijd zo'n gevoelig onderwerp. Op een of andere manier, terwijl ik denk van, ja, het is wel echt ook een deel van influencer. Je hebt niet influencers zonder advertenties. Dat meer of zo, ik weet niet. Anyway, ik ga voor geflambeerde zalm. Ik ga zo wat meer vertellen over mijn sponsorships. Nee, grapje. Maar ik heb er wel een paar lopen. Emma Sleep, Y-Food doe ik bijna maandelijks. Echt al voor heel lang, ben ik heel blij mee. Vind ik ook echt super lekker. Mijn koelkast staat vol. Geflambeerde zalm heeft zo'n smaak. Zo'n specifieke smaak. Zo'n specifiek smaakje. I love it. Oké, stel je voor, influencers zouden bijvoorbeeld geen PR krijgen, geen dingetjes, geen datjes. Is het toch net even wat lastiger om de markt in de gaten te houden. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, de make-up markt. Dan moet je, ja, weet ik veel, de folder bekijken. Hoe zouden wij achterkomen van wat is goed, wat is hot, wat is trending, wat is nieuw? Want hoe ik bijvoorbeeld vroeger winkelde, was inderdaad gewoon naar Kruidvat en kijken tussen de nieuwe collecties. Nou, dan zou ik dat nu nog steeds doen. Maar ik probeer me gewoon voor te stellen, en ik kan het me bijna niet voorstellen, want letterlijk noem een product wat misschien nog maar 2 dagen oud is. Google het. En iemand heeft het al uitgeprobeerd. En dat vind ik dus het mooie aan internet, influencers en weet ik wat allemaal. Ik weet niet waar ik heen wil met dit verhaal. Ik ben gewoon blij met influencers. En ik consumeer heel veel content. Dus ik ben echt mega blij. En ik storm het. Hoe kwam ik op deze sponsorship verhaal? Oh, van Emma. Oh ja, nog even over Emma bed. Ja, ik vind hem lekker. Ik moest echt wennen. Want het is harder dan wat ik gewend ben. Maar ik vond het nu heerlijk. Nu ik echt gewend ben. En ik slaap echt goed lekker. Dat bed is enorm groot. Ik huis zo mooi. Echt zo'n volwassen bed. Oké. Ik heb nog zoveel eten. Oké, we gaan even eten. Want ik heb het gevoel dat ik echt nog maar net begonnen ben met eten. Want ik heb ook echt amper wat op. Maar ik ben echt al 25 minuten aan het filmen. Dat is zo weird. Ik heb trouwens zo mijn leven georganiseerd. Is niet normaal. Mijn kleding, mocht je de andere video's van mij niet kijken,
mijn kleding georganiseerd. Ik heb bijna elke kast opgeruimd. Ik weet precies waar wat ligt. Het leek me zo op orde. Mijn administratie is op orde. Mijn werk. Mijn ditjes, mijn datjes. Ik weet niet wat het is. Ik ben zo op een goede dreef. Het was namelijk nog steeds. Het zal het voor altijd blijven. Sommige mensen. Als we vragen, Chris, hoe is het? Of wat ben je aan het doen? Hoe gaat het? Bla bla. Zeg ik, goed. Ik ben lekker mijn leven aan het ordenen. En het was echt mijn persoonlijkheid geworden. En dat heb ik echt aan mezelf te danken. Want ik zei dat altijd. Ja, lekker mijn leven aan het ordenen. Of ik heb mijn leven juist niet op orde. Of juist wel op orde. En aan de hand daarvan ging ik dan besluiten of het goed gaat met mij. Ja of nee. Maar leven is gewoon zo op orde. Dat ik me soms gewoon aan het vervelen ben. Is toch bizar? Is echt bizar. En een hele grote verandering in mijn leven. Want ik zat er net natuurlijk wel over na te denken. Ik heb gewoon tegenwoordig veel meer tijd. En waar komt die tijd vandaan? Die tijd komt vandaan is dat ik niet elk weekend ergens op het terrasje zit. Of ergens in de kroeg zit. En dat was echt een beetje lifestyle geworden. Lekker met vrienden op stap. Of tenminste even het terrasje op. Of als ik dat niet deed, dan zat ik wel ergens op de bank een wijntje te drinken. En dan ben de volgende dag moe. De dag daarna nog steeds. Nou, op mijn leeftijd. Ik ben tegenwoordig 3 dagen moe en brak en zwak en misselijk. Dat kost heel veel tijd. En ik wil niet zeggen dat ik compleet ben gestopt met drinken. Maar wel voor 90%. Oh, dat heb ik natuurlijk met Linda in een mukbang ook besproken. Zij is helemaal gestopt met drinken. Maar ik stop zo dan een maand of twee. Dan doe ik 1 of 2 borrels. Als ze toevallig achter elkaar aankomen. Dan is het weer een maand of 2 niet drinken. En dat is dus voor mij eigenlijk heel normaal. Van waar ik vandaan kom. Want vroeger borrelde ik niet zoveel. Maar tijdens de wereldpandemie. En single leven. En alleen wonen. En met single vriendinnen omgaan. En ook de verveling die kwam tijdens de pandemie. Ging de hele wereld gewoon wat meer borrelen. Het was ook heel gezellig. Het was om te gieren. Het was om te lachen. In de zomer. Lekker gezellig met iedereen. In de zon. Op stap. Bla 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 bla. En dat bleef erin. Een soort nieuwe lifestyle. Het is vrijdagmiddag. En je proeft de wijn al in je mond. Dat was het. En ik wil niet zeggen dat dat slecht is of problematisch als dat ook jouw leven is. Maar het was gewoon niet meer mijn leven, want het kost mij zoveel. De camera was vol, klaar. Het kost mij zoveel tijd, het kost mij zoveel energie, geld, alles. Kost mij mijn creativiteit, letterlijk alles wat je kan bedenken. En ik heb natuurlijk een eigen bedrijf in een creatief vak. En als je continu moe bent, want ik denk wel oprecht dat borreltjes op een of andere manier mij meer beïnvloeden dan mensen om me heen. En ik kan het uitleggen, want ik heb vooral last van mentale katers. En dat ik het mezelf heel erg kwalijk ga nemen. Dus, en ik ben ook nog heel erg perfectionistisch. En ik wil mijn leven zo graag ordenen. Maar dan ben ik moe en heb ik geen puff. En dan kan ik mezelf opvreten. Daar had ik heel erg last van. En ik merkte dat mijn vrienden dan de volgende dag, of weet ik veel, die dag daarna naar werk gingen. Die gingen zich inklokken. Die gingen zo'n dingetjes doen. En die gingen weer naar huis en die gingen weer pitten. En alles was op orde. Alleen ik kon mezelf gewoon dan niet toezetten om mijn dingetjes te doen. Want ten eerste, mijn brein deed het niet meer. In de zin van, het deed het wel. En ik kon prima dingen doen. Maar ik kon niks meer creëren. Ik kreeg niks meer uit mijn handen. Kon niks meer bedenken. En dat heeft natuurlijk met heel veel factoren te maken. Ik zeg niet alleen dat dat de enige reden was. Het heeft met superveel te maken. Met de pandemie wederom.
de chaos in mijn leven met, oh god, al dit verhuizen, al dit, al dat. En gaat het goed? Heb ik wel geld? Kan ik dit blijven doen? Borrels, daten, opruimen, samenwonen, uit elkaar, bla 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 bla. Wauw. ja, was me veel te veel. En ik merkte dat. En ik heb ook best wel veel podcasts erover geluisterd. Maar ik merkte dat... Wat zorgde ervoor dat ik me fysiek slechter voelde? Dat ik geen concentratie had. Dat ik geen creativiteit had. Geen puff. Dat ik moe was. Ten koste ging van mijn huishouden. Van mijn werk. Van mijn... Letterlijk alles. Dat waren de borrels. En het is niet dat ik zeg maar een groot probleem had. Maar ik vrat mezelf op en ik kreeg gewoon daarna niks gedaan. En dat hebben heel veel mensen. Maar heel veel mensen hebben dat ook niet. En mensen die het niet hebben, die zeiden van, ja Chris, maar doe niet zo overdreven. Het valt allemaal mee. Het is prima. Doe gewoon niet zo overdreven. Je kan heus wel gewoon 3 wijn drinken en daarna gaan pitten. En het kan. Maar ik ben daarna 2 dagen kapot. Nou oké, misschien niet van 3 wijn. Maar wel van 5. En dat werd het snel. Dus ja, waar wil ik heen met het verhaal? Dat is gewoon iets waar ik nu gewoon heel erg veel mee bezig ben. En afgelopen Koningsdag en dat weekend daarvoor was Ripper mijn jarig. Dus 1-2 weekenden borrels gehad. Ik kan letterlijk tijdens het lopen en slapen. En ik weet niet zo goed of het daaraan ligt. Maar het is wel, het valt op. En wat ik ook heel lang had, was dat ik het me inderdaad heel kwalijk kon nemen. Maar nu doe ik dat niet. Want dan maak ik het mezelf alleen maar moeilijker. Plus ik had heel veel zin in die verjaardag en heel veel zin in Koningsdag. En ik heb echt tijd voor mijn leven gehad. Dus ja, overweeg het. Om 30 dagen is te kort. Om 50 dagen niet 1 borrel te drinken. Maar dit zeg ik alleen tegen mensen die elke weekend een borrel doen. Of hier en daar door de week nog een paar wijn drinken. Tegen die mensen zeg ik het. Probeer het. Om het 50 dagen niet te doen. Oh mijn god, het is zo geweldig lekker. Die wasabi en die gember, die vallen soms zo pittig. Wauw, ik weet niet of ik heel zacht of juist heel luid heb gepraat. Maar voor mijn gevoel ben ik heel rustig en heel zacht aan het praten. Voor mijn gevoel is dat het. Verder. Heb ik nog iets te melden? Ik weet het eigenlijk niet. Want alles gaat welletjes. Alles gaat soepeltjes. Ik ben trouwens weer 2 keer per week aan het uploaden op YouTube. Ik zie ook dat de meeste mensen die mijn video's kijken niet geabonneerd zijn. Waarom niet? In ieder geval, dat waren diepgaande gesprekken over het leven. Ja, ik ben meer dan een half jaar aan het filmen. Ik weet dat ik echt nog heel veel te eten heb, maar ten eerste ik zit vol, ten tweede dit is toch al een veel te lange video. Dus jongens, ik hoop dat jullie het gezellig vonden om even te kletsen en even jullie tijd met mij samen door te brengen. Dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken van deze video en hopelijk tot de volgende keer. Doei!